Gegroet internet, dit is Mr. Cookist hier weer terug met een nieuwe aflevering van Super Mario Bros. 3. Nee, ik ben deze game echt niet vergeten. Ik dacht zo van, yo, ik ga weer lekker verder met deze game, want hij hoort gewoon afgemaakt te worden op dit kanaal. De game ziet er best wel shitty uit. Ik heb ervoor gekozen om een filter eroverheen te gooien, omdat dit geeft mij een beetje meer het gevoel alsof ik op een CRT-TV aan het spelen ben of zo. I don't know. Laten we gewoon beginnen aan de gloednieuwe, fantastische gameplay van deze fantastische game, Super Mario Bros. 3. Vanaf vandaag dus, mijn kanaal. Er zijn een hele hoop dingen gebeurd in de afgelopen tijd. Best wel obvious ding wat dus veranderd is en wat ik al een tijdje wilde gaan opbouwen de afgelopen tijd, was dus het feit dat ik deze heel eventjes wil gaan saven. Even snel. Boom. Ik heb dus het hele kanaal omgedoopt tot Mr. Cookist. Het is daadwerkelijk gebeurd. En dat betekent dus dat we een hele hoop fantastische tijden tegemoet komen. Een nieuwe banner, nieuwe profielfoto, alles nieuw, alles helemaal Nick. En alles is helemaal oké. En ik haal dit level weliswaar even in één keer. Is dat nog eens heel even goed? Ik ben daar hartstikke blij mee. Normaal gesproken ben ik hier altijd wel even mee bezig. Maar ik vind het zo goed. We gaan even de boel saven. Boom. En we hebben een brug. Leuk. Oké, volgens mij moeten we hier door deze buis. Nee, daar zijn we al doorheen geweest volgens mij. Moesten we dan... Wacht even hoor. Moesten we dan hier doorheen? We gaan even kijken wat we allemaal hebben. Hoppakee. Papa la la. Oh, huh. Wacht even. Wat de shit? Wat de hel? Huh? Wat? Ik snap er niks van. Wat is hier de bedoeling van? Huh? I'm so confused. I'm so very confused. What is actually going on here? Wacht even hoor. Huh? What the heck is happening here? What? Huh? What the shit? Oh! Nee, niet die scheiddingen weer. Ah. Oh. Oké. Nee! Geen hammer, bro! Oh my gosh. Really? Ik klik even mis en ik krijg gelijk even een fucking hammer, bro, op mijn dak. Wat is dit voor iets dan? Ik heb dit echt nog nooit eerder meegemaakt. Wacht even hoor. Oh. Ja, kutzooi. Wacht even, ik moet even hierover nadenken hoor. Wat is dit voor level? Een soort castle? Volgens mij wel. We hebben je hoort het kasteel muziekje, dus ik neem aan dat dit een kasteel level is. Zelfs hier buiten nog. Oh my gosh. Oké, dat ding moet ik dus niet aanraken. En, oh god, komt er nog een. Yo, ik ben weg hier. Doei doei. Later mensen. Oh crap. Oké. Opslaan. Opslaan, 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 opslaan. Dank u wel. Dank u wel. Oké. Nee! Shit. Oké. Hier moet ik wel even de tijd voor nemen. Zo. En spring eroverheen. Ja hoor. En buisje. Please let this be the end of the level already. Wat is... Oké, daar hangen even een paar random lampjes. Ik heb echt geen idee wat dit allemaal is, jongens. Waar de fuck ben ik? Oké, dat was echt niet de bedoeling. Oké, dat proberen we even nog een keer. Holy shit. Oké. En... Even... Ja? Hier is nog niks aan de hand. Wacht even hoor. We gaan even save hier. Boom. Ja, ik weet, ik save best al veel hier. Maar ja, ik heb ook even geen zin om dit hele level overnieuw te gaan lopen doen. Het spijt me. Oh, kijk, we kunnen hier naar boven. Dus dat gaan we even doen. We gaan hier naar boven. En een buis. Oké. Huh? Wat? Wat?
nog 6 levels. Oh my fucking god, dude. Nee. Nee. Oh nee. Niet deze shit. Nee. Nee. Oh nee, please. Doe dit mij niet aan, game. Nee. Oh nee, dit geloof je toch niet? Moet het nu echt... Oh, oké. Okay. Timing... Ah, shit, sorry. Kut level. Ik vind het nu al gewoon echt een verschrikkelijk klote level om te spelen. Deze dingen, die windmills, die... Oké, dat was echt mijn schuld. Dat is echt verschrikkelijk. Oké. Maar deze windmills, die werken me nu echt op de zenuwen gewoon. Zeker in dit level. Holy shit! Ja, als je op die dingen verkeerd landt, dan ben je gewoon dood. Dat is gewoon het ding. Gewoon land verkeerd en je bent dood. That's the way it goes in this game. Dus ja. Dat wordt echt helemaal niks, dit. Dit is zo erg, hè? Ik haat dit level. Ik haat het. Oké. Springknop. Springknop. Waar is mijn springknop? Oké. Nog een keer. Dit is zo ongelofelijk kut. Ik zweer het je, jongen. Je wilt niet in dezelfde positie geraken als ik nu. Holy fucking hell. Oké, is de bedoeling dat ik daar overheen spring? Ik denk het wel. Oké. Oh, nee! Ik was er net over! Oh, waarom is dit zo ongelooflijk kut? Oké. Heb ik een P-vleugel? Ja, die heb ik. Fuck dit level. Ik heb geen zin om hier nog langer moeite aan te besteden. Ik spuug trouwens op mijn fucking scherm. Dat is niet helemaal mijn bedoeling. Sorry, scherm! Ik haat dit level zo erg. Ik haat dit level zo ontzettend erg. Dat is echt niet meer normaal. Oké, we gaan gewoon. Oh, fucking Lucky toe. Dank u wel. Oh, heilige Celestia. Dank u wel voor deze 5 levens. Oh my god, dit was echt. Geen leuk leveltje. Opslaan. Alsjeblieft, sla op. Ik ben zo klaar met deze scheidwereld. Kijk, wat hebben we hier? Nee, geen platformen die naar beneden tieven. En ik haat dit level nu al gewoon. Kunnen we hier naar beneden? Nee, dat kan niet. Nee, geen Goomba. Really, geen Goomba die kleine baby's afvuurt. Are you kidding me, bro? Are you kidding me? Nee. Nee. Dit level combineert volgens mij echt alles wat je haat in een Mario game in 1 scheidlevel. Gelukkig was deze niet zo heel lang en heb ik hem zo gehaald. Maar het principe is nog steeds hetzelfde. Super kut. Ik haat het als dat soort levels dat soort shit bij me doen. Ik ga in ieder geval eventjes een nieuwe power pakken. Pick a box. It's content will help you. On your way. Dank u wel. Een super blad. Awesome. Ik geniet zoveel van dit spel, hè. Eigenlijk niet. Oké, ik kan één van deze 2 levels kan ik gewoon gaan skippen. En dan kan ik gelijk doorgaan naar het volgende level. Nou, laten we gewoon beginnen bij level 6. Gewoon op de volgorde zoals het bedoeld is. En dan vinden we direct een kut level. Oké. Dan vinden we een autoscroller. Ik haat autoscrollers, moet je weten. Deze levels zijn altijd zo ongelofelijk kut. Ja, shit. Daar gaan we al, hè. Fuck. Oké. Is goed. Ik ga wel saven. Ik begin nu al met cheaten. Waarom? Waarom, Nintendo? Mario games
zou dan leuk moeten zijn. Dit is niet leuk. Dit is fucked up. Dit is kut. Nee! Val niet naar beneden. Kut Mario. Volgens mij vliegen deze dingen ook echt steeds hoger en hoger als je er langer op staat. Dus je kan er niet al te lang op blijven staan. Wat? Wat? Why? Nintendo, je weet mijn leven echt miserable te maken, hè? Dit is echt niet te geloven van jullie. You had one goddamn game to... You had... Oh. Really, Nintendo? Really? En autoscrollers. En in de lucht. En deze dingen die waar je op moet staan. Die ook nog even naar boven vliegen als je erop staat. En ze kunnen je doodmaken als je eronder vliegt. Really, Nintendo? Is dit wat jullie willen brengen aan de gamers? Oh nee, come on. Ik heb geen zin in deze fucking bullshit. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik hou het gewoon even bij deze fantastische video. Ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze video. Als je ervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Super Mario Bros. 3 episode. Doei!